Johan, ik heb hier een ouderdomsdeken voor mij zitten, actief sinds 1992 bij mannen. Dat is een hele tijd. Ongetwijfeld heb jij ook heel veel verhalen te vertellen. Wat is tot hiertoe jouw leukste ervaring? Ja, ik zou er een boek in over schrijven. Er zijn veel dingen gebeurd. Maar het leukste wat ik dan toch kan noemen, dat is een 15-tal jaar geleden. Toen dat we samen met een nieuw team, met Sylvia aan het roer, mannen echt op kaart hebben gezet en het bedrijf hebben laten uitgroeien tot wat het nu is. Want met jullie bolognese sausen zijn jullie zelfs marktleider. Wij zijn inderdaad marktleider. Wij zijn marktleider zowel in de foodservice als in de retail. Ja, als je marktleider bent, dan vraag ik mij af waarom dan nog een nieuwe bolognese saus op de markt brengen, de bolognese chef? Ja, wij merkten ook wel de voorbije jaar dat er veel vraag was naar verse bolognese sausen. En wij wouden met onze bolognese chef daar een antwoord op bieden. En een bolognese saus op de markt brengen die gebruiksklaar is, die een lange houdbaarheid heeft en die kan bewaard worden buiten frigo. Dat is een realisatie waar je wel heel fier op bent. Ik ben er zeker best heel fier op, ja. Ja. Dat is het, de laatste grootste realisatie die ik kan verwezenlijken in het bedrijf. Ik hoor je zeggen, de laatste grote realisatie. Je bent 30 jaar actief, hè? Net iets meer zelfs. Je bent gevierd. Ga je dan hier nog eens 30 jaar bij doen? 30 bij doen zal toch al veel zijn, denk ik. Ik ga er zeker best nog 2 jaar bij doen, maar dan laat ik het wel aan de jeugd. Maar je blijft bolognese saus eten? Ik blijf bolognese saus eten, ja. Van mannen? Van mannen. Tot mijn laatste dagen. Ik wens je nog heel veel plezier, Johan. Dank je wel. Hans, jij werkt al 15 jaar bij Manna. Wat trok je zo aan om hier te komen werken? 15 jaar, dat is lang inderdaad. Het is hier plezant werken, van in het begin. Vandaag nog altijd even plezant als toen. Een van de elementen waarom dat hier zo plezant is, dat is het feit dat we geregeld nieuwe producten kunnen brengen, innovatief kunnen zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is nu Bolognese Chef. Dat is een mooi product waarmee we nieuwe markten kunnen aanboren. Dat vind ik heel plezant. Nu, de naam is gevallen, Bolognese Chef. Je hebt dat idee, maar dan moet dat in productie komen. Hoe werkt dat? We zijn gaan brainstormen. We hebben gekeken met onze collega's, oké, welke ingrediënten moet dat product bevatten. En zo zijn we eigenlijk tot dit nieuwe product gekomen, dat volgens de smaak is van de Belgische consument. En aan welke belangrijke eigenschappen moet zo'n heerlijke bolognese saus voldoen? Het moest een product zijn, een goede bolognese, volgens de smaak van de Belgische consument, met zoveel mogelijk verschillende groenten en met ook heel lekker en kwaliteitsvol vlees en ook veel vlees. En daarin zijn we nu geslaagd. En is dat die dan op voorhand ook geproefd wordt door anderen? Klopt, wij hebben interne smaaktesten gedaan. Eerst dus bij onze mensen intern. Dat is er heel goed uitgekomen, dit uiteindelijke recept. Nadien zijn we ook gaan checken en gaan testen bij externe mensen, bij uiteindelijk brasseries en dergelijke. En zo zijn we tot deze ontwikkeling gekomen. De saus is er, dan is het werk af? Nee, er is nog één heel belangrijk aspect, dat is de verpakking. De verpakking die moest heel gebruiksvriendelijk zijn en een belangrijk element is hersluitbaarheid. Wij hebben een heel handige dop ontwikkeld en nu is het zo dat eens dat die verpakking geopend is, is het product nog altijd 7 dagen houdbaar. En die handige dop speelt daar een belangrijke rol in. Oké, bedankt voor de uitleg, Hans. Graag gedaan. Ine, jij werkt 1,5 jaar bij Manna, dat is nog heel pril. Wat is tot hiertoe jouw leukste ervaring? Toen ik aan mijn vrienden vertelde dat ik bij Manna aan de slag ging, waren die onmiddellijk enorm enthousiast. Omdat zij de Manna Bolognese saus de allerbeste vinden. En ik ben enorm blij nu ook dat we een upgrade hebben kunnen doen met de Manna Bolognese Chef, specifiek voor de brasserie. De Bolognese Chef, waarom is die saus specifiek voor brasserieën geschikt? Ja, het is eigenlijk een volwaardig alternatief voor een vers bereide Bolognese saus. En je hebt altijd dezelfde kwaliteit, ongeacht wie dat de saus bereidt. De brasseriebezoeker wordt ook steeds veel eisender. Er zijn allergieën, intoleranties, mensen zijn op dieet. Houden jullie ook daar rekening mee? Ja, de saus is lactosevrij en glutenvrij en heeft een laag zoutgehalte. Ja, als jullie met zoveel factoren rekening houden, blijft die saus dan ook betaalbaar? Ja, we hebben echt wel gefocust op prijs en op kost. Het is een volwaardig en kostefficiënt alternatief. Want als je een verse bolognese saus maakt, dan heb je natuurlijk de kost van de ingrediënten, maar ook de personeelskosten die telt fel door. En onze Manna Bolognese Chef is tot 3 keer goedkoper dan een vers bereide bolognese saus. Hij is ook heel makkelijk te bereiden. Je moet hem enkel eventjes opwarmen in de microgolfoven of op bain-marie. Dus zelfs ik zou het kunnen? Dat denk ik wel, ja. Bedankt Ine voor dit fijne gesprek. Graag gedaan.